Dit is de Bron Podcast. Ja, de podcast van Roy. Luister mee. Ja, zeker dames en heren. We zijn er weer met de Bron Podcast. En deze keer is Jeroen nog even buiten een foto aan het maken. En ja, we hebben hier een mooi achtergrondgeluidje. Het lijkt net alsof we in de kroeg zitten. Maar we zitten deze keer in het mediahuis Meijerijstad. En daar is Jeroen al. Ik zei Jeroen, schuif maar eens lekker aan, jongen. Er is weer een maand voorbij, Geert. Ongelooflijk. Waar vliegt de tijd? Ja, inderdaad. Ja. En ik zit jou nou aan te kijken en ik weet niet hoe vaak ik daar moet gaan lachen dit uur. Maar dat kan nog wel eens vaak gaan voorkomen als ik jou zo zie. Ja, daar heb je nog geluk gehad, want ik ben nogal een fanatiek carnavalsvierder. Ja. Elk jaar heb ik een carnavalssnor. Ja. Mijn carnaval baart het mij geen zorgen. Die gaat er daar helemaal gedeeltelijk af. Helemaal gedeeltelijk. En dan blijft er altijd iets van een snor over. Want met carnaval zit het meestal wel snor. Ja. En die krult of die... ik heb hem ook wel eens heel klein gehad. Daar heb ik wel wat opmerkingen over gehad. En ik heb hem wel eens wel langer laten staan. En die muts is ook een familiestuk of zo? Ja, dat is... Ja, inderdaad. Ja, serieus? Ja, die... Goed gegokt. Maar jij hebt volgens mij flink gefietst. Ik heb gefietst, ja, vorige week. Ik ben even naar Spanje geweest. Ik denk, voor carnaval kunnen we de meters maar vast gehad hebben. Hè? Want daarna wordt het meestal niet zoveel. Maar we zijn naar richting de Sierra Nevada gegaan. Daar 3 dagen gefietst. Het waaide eigenlijk veel te hard, maar we zijn toch de berg in geweest. Dus het was een goede training. Maar hoe kijk je nog terug op de vorige podcast, Geert? Ja, ik vond dat een hele leuke editie. Het was wederom een spannende. Dat is deze ook wel. Inmiddels zitten we 10 dagen voor de uitgerekende datum van... Ons derde kindje, dus dat is toch wel, zit je een beetje puntje van je stoel. Ah, dus je kunt ieder moment weggebeld worden. Ja, op dit moment niet. Nou sta ik op dit moment op vliegtuigmodus. Ik ga ervan uit dat wij even 1,5 uur de tijd krijgen. Maar ik heb net nog thuis ingecheckt, er was nog niks aan de hand. Dus kan ook snel gaan, hè? Maar zo snel ook weer niet. Precies, dan gaan we even. Een uur zou wel heel apart zijn. Dan hebben we, ja, inderdaad. Dan. Maar hoe de vorige, want we hadden 2 hele leuke gasten toen ook, Guus en Marga. Dat was hier bij de buren, bij ons thuis. Maar ja, we zitten nu dus niet bij ons thuis, omdat het carnavalsgedruis gaat losbarsten. Maar wat mooi om te zien vond ik dat ze elkaar kenden en dat ze ook veel meer raakvlakken hadden dan we hadden verwacht. Zeker. Nou ja, wat ik ook wel mooi vond is dat ze ook zeiden van nou, we gaan zeker nog contact met elkaar zoeken. We zagen allebei enorm de toegevoegde waarde. Ja. Wat ik vooral bijzonder vond, wat Marga zei, is dat als je op het punt komt in je leven... Dat je mensen kan helpen zonder dat je iets terugverwacht. Dan pas kan je echt gelukkig zijn. Toen dacht ik, wow, dat was alleen die is nog wel verschillende keren voorbij gekomen. Dat ik dacht van, op het moment dat je inderdaad zover bent. Ja, zulke wijsheden die bedenken we nog niet eens met 10 potten bier op, Geert. Dus, nee, en ik denk, tenminste, dat denken we dan wel, maar dat klinkt dan toch heel anders. Ja, eens. In ieder geval minder verstaanbaar. Maar verder was het volgens mij een hele mooie editie. Ja, zeker. Ja, het was wel wat huiswerk voor ons nog. Omdat het geluid toen, we hadden een nieuwe set. Hè. Daar zijn we heel trots op. Maar we hebben weer wat moeten oefenen om het nog beter te krijgen. Maar beter in de microfoon praten hebben we geleerd. Dus daar gaan we vandaag proberen toe te passen. Zeker, zeker. En we zitten nu ook bij ons thuis een soort van. Want dat is eigenlijk het kantoor van Mediahuis Meijerijstad. We dachten van ja, in het café is het nu of carnavalsmuziek of opbouwen. Ja. En hier hebben we toch een beetje de rust, maar we hebben toch een koud pilsje erbij. Ja, lekker. Goed gezorgd, Jeroen. Ja, je kunt de horeca in. Ja, je wil een gevulde koek, Geert, want ze staan hier ook gewoon. Nou, ik probeer te stoppen. Ja, met gevulde koeken. Ja, ik heb er toch wel veel van gehad. En ook natuurlijk een beetje goed naar Guus luisteren, want vanmorgen om 6:30 hebben ze die maar weer afstaan te peigeren. Dus, die train je er gewoon af. Maakt jou niks uit. Nou ja, als ik dan nou nee zeg, dan blijft dat een beetje goed komen met de komende calorieënstroom die gaat komen. Nou, onze chit-chat zitten we erop, hè, want we hadden ons voorgenomen om iedere keer ook even terug te blikken. Dat hebben we bij deze gedaan. We gaan snel schakelen naar onze 2 gasten die hier aan tafel zitten. We zitten te popelen om iets te mogen zeggen. Ja. Ik zou zeggen, Pim, stel je eens vast voor en dadelijk is Jasper meteen na jou. Nou, goeiedag. Bedankt voor de uitnodiging ten eerste. Hartstikke leuk, hè. We hebben elkaar afgelopen dinsdag nog gesproken. Ja, dinsdag nog, ja. Dat is gezellig. Dat was hartstikke gezellig. Ik ben in ieder geval Pim Smit. Ik ben productontwerper en gevestigd hier in Sint-Oedenrode. Vorig jaar begonnen. En het afgelopen jaar geprobeerd om de zaak een beetje rollende te krijgen. Mm-hmm. Nou, dat lukt wel volgens mij, Pim. Ja, daar zit wel vaart in, ja. Ja. Dus, Ik volg jou op de socials. Ik vind het, wij hebben elkaar ook al gesproken voordat jij begon, denk ik. Ja. En inmiddels is er volgens mij in 1,5 jaar tijd. Is het ongeveer 1,5 jaar dat je nou... Ja, dat klopt, ja. Ja. Vanaf vorig jaar, anderhalf jaar geleden, juni ongeveer, ben ik begonnen, ja. Ja, kan je ons eens meenemen in de afgelopen 1,5 jaar?
Ja, ik ben dus voordat ik begon met mijn eigen bedrijf, werkte ik bij Marieke Vintage, ook hier in Sint-Oederode. En daar had ik de eer om een bedrijf te mogen leiden. Dus daar was ik verantwoordelijk voor eigenlijk al het reilen en zeilen rond de zaak. Ja. Inkoop, verkoop en dat soort dingen. En leerde ik superveel over ondernemerschap. Op een gegeven moment stopte de zaak daar. Dus toen kwam ik voor de keuze van ga je dan verder met je eigen bedrijf of ga je weer bij een ander bedrijf solliciteren. En toen heb ik toch ervoor gekozen om gewoon toch die stap te nemen. Want het zat er toch eigenlijk wel ergens een keertje aan te komen. Hm. En van daaruit ben ik steeds meer opdrachtjes aan gaan nemen. En ja, steeds meer dingen gaan doen die ik echt heel erg leuk vind. Hm. En tot op heden een aantal wedstrijden meegedaan. En ook eentje gewonnen. En nou ja, de afgelopen maanden met de kiosk ook bezig geweest. Ja. Dan gaan we het straks doen. Spannend proces. Ja, gesproken onderwerp in de Bron-podcast. Dus we goed bezig kunnen houden. En echt met dingen die ik super leuk vind. Maar je hebt gewonnen. Heel veel mensen weten het denk ik nog wel. Hè? Dat is nog niet zo heel lang geleden. Want het heeft ook in de media gestaan. Maar wat had je gewonnen? Welke wedstrijd? Nou, ik had meegedaan met de HEMA Designwedstrijd. Die organiseren ze elk jaar. Ik ken hem ook al best wel lang. Want ik heb op de TU gestudeerd. En daar werd dat echt wel, aangeprezen. Zelf nooit aan meegedaan. En toen zag ik het weer een keertje online verschijnen. Toen dacht ik, ja, waarom niet? Dus ik heb daar een dag voor uitgepland. Ik ben 's ochtends begonnen met ideeën verzamelen. En het ging eigenlijk over een duurzaamheidsonderwerp. Ja. Dus de vraag was, herontwerp een nieuw product of een bestaand product van de HEMA? Of verzinnen een nieuw product waarbij je een duurzaamheidsprobleem oplost? Of mensen daarmee helpt? Ja. En daar ben ik mee verder gegaan. En toen ben ik 's ochtends gaan beginnen met ideeën verzamelen. En 's middags had ik een goed idee, vond ik zelf. En daar ben ik mee verder gegaan. En 's avonds viel die uit de 3D-printer. En had ik Noortje Schevers op de getikt om eventjes wat foto's te maken. En uiteindelijk heb ik hem gewonnen. Dus dat was wel heel erg leuk. Het is toch snel gegaan dan. Zeker. In een dag had je eigenlijk zo relatief snel een idee uit en uitwerken en meteen geregeld. Ja, ja. Maar vaak ligt dat ook, hè. Als je een goed idee hebt, dan merk je dat ook wel. Ik denk dat jullie dat ook wel zo mee hebben gemaakt. Goed idee. Nou, we stikken van een goed idee. Ja, ja, dat is ongelooflijk. We hebben geen tijd om ze uit te werken. We hadden één idee om een podcast te beginnen. Dat is ook een beetje uit de hand gelopen. Dat is ook uit de hand gelopen. Maar dat was vaak het eerste idee, hè? Ja, Dus daar moet je gewoon mee verder gaan. En dan maar heb je dat de hele dag dat je met ideeën in je hoofd rondloopt? Ja, steeds meer wel. Steeds meer. Het, op het begin natuurlijk nog niet, maar naarmate dat je daar meer mee bezig bent, komt dat ook natuurlijk steeds meer naar voren. Dus dat gebeurt al steeds vaker. Dat ik een idee heb en dat ik dan denk, nou, die moet ik in ieder geval opschrijven. En dan komt die ooit nog wel eens. Nou, daar gaan we daar zeker over doorpraten, want duurzaamheid is ook een thema wat linkt aan onze andere gast. Die zit tegenover jou. Jasper, ja, inderdaad, mag ik het woord nemen? Dankjewel. Ja, inderdaad, Jasper Engel. En als je omschrijft wat ik eigenlijk allemaal doe, dan hebben we nog wel eventjes nodig. Maar een ervan is, ik ben ondernemer en ik geef het EV-jaarboek uit, onder andere. Ook het lesmateriaal, want ik ben docent, jurylid, trainer. Dus, en ik probeer me eigenlijk vooral bezig te houden met alles wat met nieuwe mobiliteit. Daar is verduurzaming zo'n beetje het belangrijkste thema in. Maar ook nog veel meer aan aspecten, zoals bijvoorbeeld autonome rijden is er ook een onderdeel van. Dus, in elk van deze hoedanigheid dus vooral voor verduurzaming. Want ja, en dat is in de praktische vorm is dat elektrische mobiliteit. Dus ja, we gaan met z'n allen gaan we van de benzinetank, dan gaan we naar de accu. Ja. En van snel, de vulhoos gaan we naar een stopcontact, zo'n beetje. En er is nog best wel wat om te doen, ook in Den Haag. En we zijn ooit eens een keertje in 2020. Kwamen twee vrienden bij elkaar. We zijn allebei opgegroeid hier. Juri die woont in Uden, ik woon hier in Rooi. Maar we zijn allebei opgegroeid. Ergens in het westen ook vlak bij elkaar. En het was september 2020 en we hadden niet zo heel erg veel te doen. Niet zo heel veel om handen. Behalve dan dat we wel een computer tot onze beschikking hadden. Nou, gefeliciteerd, iedereen had dat. Ja. En we konden allebei schrijven. En eigenlijk echt een goede keuzegids over welke elektrische auto nou het beste bij iemand past. En alle vragen die daar om staan. Ik ga veel training aan de autobranche. Maar ik denk, nou weet je wat, we gaan eens aan de consumentkant zitten. Dus laten we gewoon eens een boek gaan uitgeven, gaan schrijven en dan vervolgens gaan uitgeven waar echt consumenten wat aan hebben. Ja.
En dat begon in 2020. En dat was dan 49 auto's die je in 2021 kon kopen. Uiteraard volledig elektrisch. Ja. En inmiddels zijn dat er 87 geworden. En hebben we ook de bestelautoversies eraan toegevoegd. En zo. Dus we zijn er best druk mee. Ja, ik heb het boek gezien. Hè. Je hebt hem meegenomen natuurlijk. Ja. Hij is een stuk bijna dubbel zo dik dan die van 2021 of 2020. Ik heb ze alle drie. Je hebt ze alle drie? Ja, ik heb ze alle drie. Ik heb de laatste uit handen gekregen van Judith van Meijerij Accountancy. Ja. En ik ben sowieso een enorme autofanaat. Ja. En heb ook wel wat ervaring in de marketing in de auto-industrie. Lang bij Driessen Autogroep gewerkt voor François Driessen. En ik zal nooit vergeten dat wij zeiden van... maar als je die uitlaat niet hoort klapperen... Ja. Dan worden we daar niet warm van. Hè. Dan moet er veel gebeuren. Dan denkt Jasper misschien wel anders over. Nee, dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. Of nog steeds. Maar ik bedoel de echte autofanaten. Wij hebben er hier eentje gehad. Hè, die in die BMW M3's. Die bouwt hij helemaal om. En dat is helemaal zijn ding. Ja, Mats van der Brand. Mats. Ja. En er zijn typisch, er zijn typerende, wat zullen we zeggen, alfamannen. Die, die hebben heel lang een aversie gehad tegen elektrische rijden. En wat je ziet is dat het nu best wel vet is om een dikke Tesla te hebben. Ja. Dus in zo'n korte tijd is eigenlijk een hele samenleving daar anders naar gaan kijken. Ik zag dat totaal niet aankomen, terwijl ik al heel lang bezig ben met auto's en altijd wel bezig ben met auto's. Ja, maar sterker nog, eigenlijk is ieder merk, zei je straks al voordat we begonnen, hè, want het was hier trouwens best gezellig. De eerste gasten, de ouders van Pim, die waren hier al om 4:15. En die waren lekker op tijd, dus daar hebben we lekker mee aan de koek gezeten en de koffie. Is er dan nog wel bier? Ja, dat wel. Ja, die. Nee, dat is er zeker nog. Maar jij zei straks toen al van, ieder automerk doet er nu iets mee. Ja. Tot aan Rolls-Royce, tot aan Ferrari, bij wijze van spreken Lotus. Want die vinden dan ook meteen dat 2000 pk dan toch moet. Het kan ook makkelijk, want dat is alleen maar een iets grotere elektromotor. Die zijn eigenlijk niet zo heel ingewikkeld om die te bouwen. Dus het is ook, een auto van 500 pk, dat stelt er niet zo heel veel meer voor. Hoor. Dat is wel gezegd hebben over petrolheads, hè, zoals je dat zo mooi zei. Het is wel zo dat de paardjes uit een brandstofmotor, die zijn wel net iets vrolijker dan uit een elektromotor. Dat is wel, ik snap het wel. Weet je, ik geef 25 jaar lang les in automotive. Ik zit 25 jaar lang zit ik in de automotive. Ja. En ik kan echt wel een goede benzineauto, een M3 inderdaad, of een Alfa Giulia, weet je, dat zijn allemaal wel van die auto's. Dit kan je echt wel waarderen hoor. Of een Golf alleen 2 uit 1991. Zoiets. Ja. Nou ja, zeker. Wij hebben het al een keer over jouw auto gehad, maar dat is wel zeker. Ja. Er zijn wel bepaalde klassiekers die... Waar rij jij mee? Ik heb een Golf 2 GT uit 1991. Kijk. Ja, dat is echt, daar moet je zuinig op zijn. En dan denk jij als je aan het rijden bent, hoe kan ik deze nou weer anders ontwerpen? Waterdicht houden. Nee, ja. Hoe kan ik de uitlaat eronder laten hangen? Ja. Ja, maar toch is dat wel een auto die wel echt, want Golf 1 was echt het grote succes. Want ze moesten dus iets bedenken na de Kever, wat echt niet meer kon met die motor achterin. En goed, die heeft het lang genoeg gedaan, dus moest de Golf komen. Dat werd een ontzettend succes. En ga maar iets op de markt zetten, ga maar iets ontwerpen, wat dan nog beter is dan de eerste. En dat is Volkswagen toen wel gelukt met de Golf 2, want die werd nog populair. Mm. Nou, dus heel de periode waar we nu in zitten is natuurlijk enorm revolutionair. Hè? Als je het ook over 50 jaar gaat bekijken, dan denk je dat was misschien wel een beslissende fase van de start van alles. Historie, dat kun je echt, dan kun je echt hele mooie dingen kun je daar ook uit halen. Wat je wel bijvoorbeeld nu bij klanten ziet of bij eigenaren, merken trouw is eigenlijk niet meer. We waren er in 2019, reden er bijna niemand Tesla. En in november, december reden er ineens 30.000 mensen met de Tesla. Hm. Daarvoor reden ze ook met iets, maar niet met de Tesla. Dus ineens was het, dan gaan we nu voor de Tesla. Mensen gaan toch ook wel waar het geld is. In dit geval was dat dus echt bijtelling. En dat zagen we natuurlijk ook een jaar eerder al met de Jaguar rijders. Dat was ook een hele interessante. Maar ik denk dat misschien ook wel meetelt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een wat simpelere auto, bijvoorbeeld een iGo. Die worden allemaal op hetzelfde platform ontwikkeld, net als Citroën C1. Dan is het inderdaad... Dan scheelt alleen nog het logo aan de voorkant op die auto. Maar dan koop je in principe... Er zijn er vier precies dezelfde auto's met een ander logo of iets een andere voorkant. Maar er zijn precies dezelfde... Vroeger koos je echt voor een BMW. En dan was dat 100% BMW. Volkswagen Inimdito. Inmiddels zit er een Toyota motor in heel veel verschillende auto's. En dan is het merkentrouwstukje het hart van de auto. En, Het is meer de merkbeleving wat je dan eigenlijk koopt. Nou ja, dat is in principe altijd, maar dan... Ik vind het knap. Saab is dan om zeep gegaan. Ik heb Victor Muller wel eens mogen horen spreken toen ter tijd in Eindhoven. Toen kwam hij met Saab 9-5. Ik ben blij dat ik geen geld had, want ik geloofde helemaal wat hij vertelde. En niet veel later werd hij genaaid door de Chinezen, zoals je het zelf zei. Maar die ging dus op de fles.
En die 9-5 was een platform van Opel. En als je daar eenmaal weet en je ziet dat je ziet die auto's naast elkaar staan, dan lijken die auto's ontzettend veel op elkaar. Terwijl alle charme van Saab zat wel in die auto. Dus ik vind dat ontzettend knap gedaan. Dat je toch met helemaal dezelfde afmetingen eigenlijk helemaal een andere auto kan neerzetten. En je kunt voor mij echt serieus alles wijs maken op het gebied van auto's. Ja, doe ik mij ook helemaal niks geen verstand van. En daar ga je ook doen. Zijn allemaal bezig waarschijnlijk. Saab bestaat niet. Victor Muller is gewoon een verzonnen karakter. Wij kijken gewoon wanneer jij door hebt. Ja, Saab, dat weet ik toch wel. Maar wat staat er hier voor de deur? Hij zat een prachtige blauwe bolide. Ik zei al tegen Jasper, ik heb hem nog nooit gezien. Ik heb hem net op de foto gezet. Maar wat is het voor auto? En waarom kies je dan dat model? Oh, ik ben een hele praktische... Het moet gewoon leuk zijn. En als je dan... dit is dan een GT, en het 487 pk. Het is een Ford Mustang, een Mach-E. Nou, eigenlijk mag je het niet officieel niet... Ja, Ford zegt dat je een Mustang mag noemen, maar Mustang-liefhebbers die zeggen... Nee, het is gewoon een Mach-E. Het is hartstikke leuk dat die elektrisch is, maar de kleed... Wil jij wat drinken? Ja, maar ik nog even geen alcohol, want ik moet nog eventjes rijden. Dus zou kunnen gewoon een glas water is goed. Ja, dankjewel. En ik wilde absoluut een... Jury, die zat altijd in zijn... Jury is de hoofdredacteur van het EVA-boek. En die had het altijd maar over die frunk. Ik denk, ja, dat is een frunk. Dat is dus de ruimte onder de... Ja, eigenlijk onder de motorkap. Maar ja, er zit dus geen motor meer. Want je zegt net, nou, de motor moet van BMW zijn. En tegenwoordig is die gewoon van Bosch. Ja. Weet je, dat is eigenlijk gewoon heel simpel... Ja. En ook en nu komen ook allemaal nieuwe merken die komen daarmee ook op de markt. Nou, en ik wilde absoluut jullie zijn. Maar een frunk, als je dat eenmaal hebt, dan vind je dat helemaal geweldig. En dat klopt. En dat waardeer je pas, daar kom je pas achter op het moment dat je zoiets hebt. Nou, dat wilde ik dan graag. En ik moest mijn laadpoort ergens hebben. En ik vond gewoon 500 pk vond ik ook wel een hele leuke. Mm-hmm. Dus ik denk, het mag wel een beetje anders zijn dan anders. Dus daarvoor heb ik gewoon voor deze auto gekozen. En dat is lekker groot. Nou, wissel je dan regelmatig ook, ik kan me voorstellen als je zo'n boek maakt, dan is het meer een snoepwinkel en je denkt van, daar zou ik ook graag nog eens een keer zelf in willen rijden. Of, nou, deze heb ik gewoon gekocht, maar in principe rijden onze hele redactie, die rijdt echt, zoals Jury, die rijdt op dit moment met een BMW i7. Nou, ik weet niet of je dat ding staat in twee verschillende tijdzones, zo lang is die. Ja. Dus dat is echt ongekend. Dat is een van de eerste. Ja, ja, ja. En die is ook de eerste auto die ook geschikt is voor... We zijn nog in Den Haag geweest ook met ons boek ook wel. En toen zei de staatssecretaris ook, ja, we gaan nu met i7 rijden. Want dat is eigenlijk ook de eerste auto die geschikt is voor dit werk. Hmm. Dan zou je zeggen, ja, Mercedes maakt toch zo'n ding ook. Maar ja, die had net te weinig hoofdruimte. Ja. Dus dus inderdaad, hij is best uniek. Zuster bijvoorbeeld ook nog steeds, volgens mij. Ik vind nog steeds ook echt een dikke wagen. Zo. Maar een van de eerste elektrische auto's die ik me kan herinneren was van Citroën. Nou, een heel smal modelletje. Ja. Ik moet even denken hoe dat ding ook weer heet. Matthijs is geslaagd voor zijn stage. Nou, Matthijs van de harte gefeliciteerd. Ja, even kijken of we daar nog een applausje aan toe kunnen. Nou, twee dagen, hè? Dat is knap. Ja, ja, sowieso. Maar hij kon bier brengen. Als je dit begrijpt, dan maak je het eigenlijk in elke baan. Dat is gewoon goed, jongen. De rest van de week maakt het allemaal niet meer uit. Ik weet de naam niet meer zo goed van dat Citroën autootje. En die mocht ik toen meenemen bij de Driessen Autogroep. Die reed ik dus naar mijn ouders thuis en zei ik... Kijk, dit is nou een elektrische auto. En zei, ja, de eerste reactie was ook, dat ding was eigenlijk net te smal en was net te hoog. En ja, die werden toen nog een beetje gedesigned om op een negatieve manier op te vallen. Dat vind ik ook wel van de eerste Prius bijvoorbeeld en zo. Ja. Die auto's waren echt lelijk. En die actieradius van die auto was volgens mij 110 kilometer bij de dealer. Maar ja, dat begon te vriezen en toen konden ze maar 85 kilometer rijden. Dan is het al meteen spannend als je instapt. Hè? Ja. Dus nou ook, als je lampje gaat branden, je hebt nog 80 kilometer. Dan denk je, ik moet niet veel verder dan Uden gaan, want dan kom ik dus niet meer thuis. Ja. Nou, dat is helemaal weg. Ja. Ja, dat is een mooie ontwikkeling inderdaad. Want Pim, daar kom ik even bij jou uit. Jij denkt ook, je zegt het al, je hebt veel ideeën. Als ontwerper van producten denk je natuurlijk veel over duurzaamheid ook na. Ja. Wat speelt er in jouw wereld op dit moment heel erg? Nou, als je kijkt naar duurzaamheid, dan denken mensen vaak van... het moet van een bepaald materiaal gemaakt zijn. Hè? Dat zie je wel eens ook als je bijvoorbeeld in een Tesla zit. Dat je het dashboard daar kun je zowat indrukken. En dan vallen dat delen soms ook nog wel eens naar beneden. Hè? Duurzaamheid is natuurlijk veel breder dan dat. Dus dat kan natuurlijk materiaal zijn, maar ook langer meegaan. Dus betere materialen gebruiken. Maar daar zit hem bijvoorbeeld ook in transport. Ja, dus zorg dat bijvoorbeeld... kies niet meteen een doos die er nog niet bestaat, zeg maar. Dus laat je weer een nieuwe doos maken, kost weer allemaal veel energie. Ja. Als je het product heel groot maakt, hè, dan kost het ook weer veel meer aan transport. Dus als het geflatpacked kan worden, is dat alweer een mooie optie. Matthijs, je hoort net dat hij zijn stage gehaald heeft en die peert ermee uit. Houdoe! Veel plezier, hè? Fijne carnaval!
Ja, dat, dat natuurlijk. En ook denk ik het tijdloos vormgeven van iets. Want het heeft natuurlijk ook veel met smaak te maken, duurzaamheid. Hè? Dus als jij iets nu mooi vindt, en over omdat het met een bepaalde trend, dat zie je bijvoorbeeld heel veel met tuinsets. Dan koop je een tuinset die op dit moment in de smaak valt. En 100%. Volgend jaar ben je weer beu en wil je weer een nieuwe tuinset. Mm-hmm. Dat maakt dan iets wat gewoon 10 jaar lang meegaat. En waarvan je kinderen straks zeggen van, oh, mag ik dat tuinsetje hebben? Want hij is nog steeds goed. Ziet er mooi uit en hij werkt nog en hij functioneert nog. Nou, ik moet zeggen dat ik daar zelf ook wel heb. Wij hebben ook een andere tuinset gehaald, maar dan wel eentje via Marktplaats. Dat is dan in ieder geval nog een soort van... maar dan inderdaad, we hadden zo'n tuinset die zo gevlochten is, van dat grijze gevlochten spul. En daar ziet er dan inderdaad, dat is toch een beetje of dat je 15 jaar terug gaat in de tuin. Ja, ik wil eigenlijk wel iets wat frisser, een wat nieuwer soort materiaal. Dus zelf ben ik daar ook wel... Dat is maar eigenlijk maar alles, toch? Ja, dus daarom, maar altijd iets. Ja, de mens is dan vaak toch snel op iets uit, dus kleding in principe ook. Vaak denk je, die broek zou eigenlijk nog makkelijk 3 jaar mee kunnen. Maar toch wil je een nieuwe broek, omdat je hem al misschien al 2 jaar hebt. Ja, dus dat is ook het principe van, ja, hoe lang gaat iets mee? Ja, eigenlijk vaak veel langer. Als je kijkt naar zo'n spijkerbroek, die zijn nou nog steeds in. Die zijn altijd in geweest, ja, zeg maar. Ja, hè? Ja. En je kan bijvoorbeeld ook iets maken waardoor je heel makkelijk het stof weer kan verwisselen. Of je ziet vaak dingen die vast in elkaar versmolten zijn. En dat is moeilijk. Moeilijk om te scheiden uiteindelijk, om het te recyclen. Maar het is ook gewoon moeilijk als er iets kapot gaat om dan te repareren. Hè? Veel bedrijven zijn ook helemaal niet ingesteld op reserveonderdelen. Hè? Je kan nergens een reserveonderdeel kopen. Je moet gewoon een nieuwe... Stel, je telefoon is kapot. Dan moet je alweer ergens buitenom een reserveonderdeel gaan regelen. Behalve de Fairphone dan, hè? Ja, maar dat is een uitzondering. Dat is echt ook een uitzondering in zo'n markt. Want dan zie je gewoon dat er meer dan 200 telefoonmerken zijn. En 1 bestaat dan uit losse componenten. Ja. Maar hoe krijg je dan opdrachten van bedrijven die vragen bijvoorbeeld aan jou, help mee ontwikkelen? Ja, ik krijg bijvoorbeeld de opdracht. We zijn bezig met, we verkopen dit product. In dit geval bijvoorbeeld ik had pas een bedrijf die maakt stuwzakken voor in containers. Die zitten met een probleem. Die normale spuitpistolen die zijn best wel groot. En zij zitten natuurlijk altijd tussen de lading. Dus ze moeten iets hebben waardoor je eigenlijk heel smal en klein bij die zak komt. En dan vragen ze aan mij van, kun je daar een product voor ontwerpen, zodat wij makkelijker die zakken kunnen vullen in die container. Oh ja. En dan ga ik aan de gang en dan begin ik eigenlijk met het idee wat ze al hebben. En dan ga ik daar verder tastbaar maken. Hè? En dan gebruik ik bijvoorbeeld de 3D-printers om het product uiteindelijk echt in de hand te krijgen. En dan gaan we daarna kijken van, is het gaan we het ergens laten produceren of gaan we het lekker 3D-printen? Ja. Dan kijken we van welke producent gaan we daar dan bij zoeken. Maar in dat proces hou ik natuurlijk al heel veel rekening met hoe gaat dat product gebruikt worden. Wat voor materialen gebruiken we, wat voor productieprocessen. En dan probeer ik dat ook echt te minimaliseren tot een zo min mogelijk productie. Ja, dus dat hou je altijd in je gedachten van proberen het materiaal duurzaam, zo min mogelijk. Ja, precies. Ja. Denk ik dat wel een beetje de verantwoordelijkheid is van de ontwerper. Hè? Dan moet je toch wel echt gewoon goed op letten. Want dat je zorgt eigenlijk uiteindelijk wel dat er zelf door 1000 van die dingen verkocht. Er zijn al wel 1000 van die dingen weer. Ja. Dan komen die mensen, dan komen die bedrijven bij jou uit, omdat ze dan weten dat jij daarop let. Of is er steeds meer in jouw generatie die daar wel echt mee bezig is? Ja, je kan er tegenwoordig eigenlijk niet omheen. Er niet omheen. Nee. Ik probeer daar wel een soort van... Jouw profilering is ook wel op die manier. Daar wil ik wel voor zorgen. Ja, natuurlijk, ik ben net begonnen, dus voor mij is het wel nog even... Dat is juist fijn, want je hebt een schoon schip. Dus je hebt niet, je hebt niet een heel legacy achter je. Ik noem even hier een voorbeeld aan het einde van de straat. Bijvoorbeeld de Arend. Ja. Door de jaren heen is dat wat duurzamer geworden. Ja. Maar die hebben natuurlijk al jarenlang een wat minder duurzaam proces. Ja, daar ben ik dus begonnen bij Arend. Dus dat is wel grappig dat je dat zegt. Ik ben eigenlijk begonnen toen ik aan het afstuderen was. Toen zocht ik naar een stage. En toen kwam ik uiteindelijk bij mijn oom werkte bij de Arend. Kwam ik uiteindelijk bij de Arend terecht. Want ik wilde heel graag naar het buitenland toe. En Arend heeft een productiefaciliteit in China. Nou, daar wordt natuurlijk eigenlijk alles gemaakt, zowat. Ja. Dus tenminste, dat was mijn idee. Dus toen ben ik daar uiteindelijk een half jaar naartoe gegaan. Ik heb in China gewoond en gewerkt voor Arend. Een nieuwe bureaulijn ontwikkeld. En toen had ik een
eigenlijk een huidige bureaulijn herontwikkeld. En daar konden we zoveel mee besparen op duurzaamheidsgebied. Die hadden ze al bij weekend. Ja, nu zeker niet van. Ik zie jou maandag. Dan gaan we weer een krant maken, hè, maandag. Houdoe. Het zal wel een natte krant worden maandag. Ja, het zal niet veel worden deze week. Ik weet niet of we al uitkomen. Maar die hadden ze al in 10 jaar niet meer aangeraakt, dat product. En ik mocht daar dan als stagiair aan gaan werken. En nou ja, 2 dagen binnen en was stage... Nee, half 2 dagen binnen bier gehaald voor de Chinezen. Ja, toen was het goed. Toen mocht ik alweer naar huis. Ja. Nee, toen ben ik uiteindelijk dus bij Arend terechtgekomen, omdat het zo goed afgelopen was. En toen zag ik inderdaad dat ze steeds meer richting de duurzaamheid gaan. Het product was in de zin van... tijdloos duurzaam. Ja. Het product was ook in de zin van sterk duurzaam. Je kon er echt met een auto overheen rijden. Ja. Misschien niet met die, maar met een Golfje kon je er overheen rijden. Dan bleef de tafel heel. En, volgende podcast gaan we dat proberen. Ja, precies. Ja, of dadelijk. Ja, dadelijk, ja. Maar ze zijn wel stappen aan het maken. En dat is wel leuk om daar een deel van te zijn. Ja. Daar heb ik toch wel de eerste dingen geleerd, ja. Mooi man. Pim, mag ik een vraag stellen? Ja, natuurlijk. Dus, jij zegt net lekker 3D printen. En ik kan me ook wel iets bij voorstellen. Dat ik geef het vak Innovation Management. Nou, 3D printen, dat is echt zo'n ontwikkeling. Mensen hebben er wel eens van gehoord. Ze zullen ongetwijfeld wel een voorstelling ervan kunnen maken wat je er allemaal mee kan. Of hoe dat dan eigenlijk ook wel werkt. Maar wat voor impact heeft dat nou? Kun jij thuis al 3D printen? Ja, ja. Wauw. Ja, ja, maar dat is echt dus best een oude techniek al. Dus wat dat betreft ook al redelijk toegankelijk voor iedereen. Je kan een printertje kopen voor €300 en dan heb je best een goeie. Het is voor mij, het lijkt me heel mooi als dadelijk je hebt iets wat kapot gaat. En je ziet je kinderen voet je zo op dat ze gewoon een kat kunnen tekenen, 3D kunnen tekenen. Ja. En dat ze dat gewoon kunnen maken. Dat ze even die printer aanzetten en hup, nieuw onderdeeltje. Ze zijn daar, met AI, dat ze dus op een gegeven moment iets gezegd van nou dit is het, maak er een foto van en AI maakt er eigenlijk... Nou, wat ze nu al bezig zijn, schoenen. Maar ze proberen dat wereldwijd niveau voor elkaar te krijgen. Dat als ze inzichtelijk hebben wat de meest... onderdelen zijn die het vaakst kapot gaan, dan worden die in een library aangeboden zodat je die thuis kan printen, zodat je het kan repareren. Mm. Daar proberen ze voor elkaar te krijgen, maar dat is natuurlijk een ontzettend lang traject. Daar hoor je al best wel lang eigenlijk al. Ja. Hoe staat het daar eigenlijk met die ontwikkeling? Ik weet niet of iemand hier aan tafel dat weet, maar Pim waarschijnlijk. Ja, ik zal eerlijk bekennen, best wel veel onderdelen die ik maak bijvoorbeeld zelf, ik ben bijvoorbeeld nou zelf met een CNC-frees bezig, dat is ook weer een machine om iets te maken. Ja. En die is dus volledig geprint, 3D geprint. Dus je kan online eigenlijk bijna alles wel vinden. Alle onderdelen die je nodig hebt kun je vinden. En als je dat een beetje handig in bent, kun je ze ook zelf aanpassen naar jouw specifieke wens. Maar dat is een mooie, wat dat betreft is een mooie stap eigenlijk terug in de tijd. Want CNC is computer numeriek gestuurd frezen. En waarbij je een blok, aluminium of net wat, afvreest totdat je het product over hebt. Bij 3D printen heb jij nul afval. Dus het verspanende materiaal is allemaal weg, is allemaal afval. Ja. Klopt. En als je dan kijkt met dat 3D-print, ik vind het prachtig. Een van de goedkopere start-up uit Amerika, die hebben een 3D-printer gemaakt. Het eerste product waar standaard staat ingesteld, is een kopie van die printer. Dan heb je alle elementen, behalve de smeltkop zelf, om hem gewoon op die manier te dupliceren. Dat is waar je naartoe wil uiteindelijk. Hè, maar wat je dus ziet in de oude industrie, ze mogen het niet kopiëren, want dan kunnen we minder verkopen. Terwijl de nieuwe lichting dus zegt, we gaan zoveel mogelijk mensen faciliteren, want we willen dat zoveel mogelijk mensen dit gaan gebruiken. Ja, alles is open source. Hè? Dus alles is open source. Ze verkopen eigenlijk een bedrijf. En het is allemaal openlijk toegankelijk. Hè? En dat niet zien als bedreiging. En je ziet het nou dus heel erg in twee dingen, dat de bedrijven die kennis... of producten nog zien als bedreiging, als copycats. Mm-hmm. En je hebt de stroom die zegt, we gaan het met iedereen delen, we stellen het beschikbaar. En daarmee krijgen we ook een soort van gunfactor, omdat we er zo in zitten. Ja, je ziet natuurlijk nou ook echt de afgelopen jaren een explosie van workshops, hè, en coaches, hè, die hun kennis delen, zonder dat een bedreiging hoeft te zijn. Mm. Maar lees jij zelf nog een handleiding als je een product koopt of kijk je een YouTube-video? Nee, ik ben wel. Ik heb mezelf al heel hoog zitten. Als ik een IKEA-kast koop, dan kijk ik nooit in het boekje. Nou, ik vond een van de. Je had zelf al heel hoog zitten. Ik vond een van de leuke grappen dat je het over IKEA hebt met pap gehad op de plankje. En met de bonte avonden zijn we geweest in Holland. En er werd er een grap gemaakt waarbij die zei van. Ja, ik heb ontzettend veel verstand van meubels in elkaar zetten. Ik heb pas voor jou de bed nog gemonteerd. Dat was Mike en Johnny Leenders. Waarbij Mike reageerde van, dat was eigenlijk een cast. Oh, geweldig. Nee, ik,
hou er toch wel een boekje bij. Ja, toch wel. Ja, begin namelijk altijd met het verkeerde plankje. Voor mij is het verstandig om dat te doen, inderdaad. Wanneer hou jij er nog een boekje bij? Ja, ik moet echt 30 keer een boekje erbij pakken, 40 keer, 100 keer. Ik ben technisch. Dus ik moet, en ik kan niet zo goed lezen, ik heb slechte ogen, dus dan gaat het een lange klus worden. Maar daar ben ik gewend. Daar trek ik dan extra veel tijd voor uit. Ik merk bij mij thuis is dat de Lego, als ik met de kinderen aan het Lego ben, er zijn dan 120 stappen, waarbij ik het eindresultaat zie, maar dan heb ik wel echt het boekje nodig. Ja, ik sowieso. Dus. Maar 3D-printen, auto's, dat zal waarschijnlijk ook al wel iets geprint worden. Ik weet niet. Het net bijvoorbeeld heel eventjes, voordat we de podcast hadden gestart met je vader, Pim, had ik het even over onderhoud. Nou ja, weet je, dat is gewoon, ja, wat is nou eigenlijk nu nog onderhoud straks en vervangen van onderdelen? Maar als je dan op een gegeven moment iets van een dashboardklepje of weet ik wat, gewoon een simpel plastic ding en je moet dat bestellen, dan moet het uit de Verenigde Staten komen of uit China, weet je wat, dan is dat 6 weken onderweg met de uitstoot en alle gevolgen van dien. En vervolgens, wat kan je eigenlijk gewoon doen? Ja, maak gewoon even simpel een foto van dat ding dat print. Want dat is uiteindelijk wel waar het naartoe gaat. 100%. Maar ik vind het nu al moeilijk. Hè. Ik heb dan een van de meest voorkomende auto's ever. Ja. En het is nu al moeilijk om van die auto, en misschien ook omdat die wat ouder is, om daar nog onderdelen van te vinden. Ja. En heb jij nog geluk? Want dan heb je nog een auto die in mega massa is geproduceerd. Ja. Maar je hebt ook nog auto's die zeg maar, in veel lagere volumes zijn gemaakt. Maar tegenwoordig, bijna elk jaar komt er wel weer een nieuwe variant van hetzelfde model weer uit. Hè? Dus wat dat betreft moet je dan ook elke keer kijken van, is dat een model qua interieur nog hetzelfde als er iets afbreekt of als er iets... Maar die trend is al wel jaren gaande. Hè? Want zeg maar dan de Golf die kwam dan om de 6 of om de 5 jaar. En die periode is steeds korter geworden. Ja. Ook in de trend. Hè? Want je moest wel het nieuwste model hebben. En die trend hebben ze gezien en ze hebben ingespeeld door de levensduur van zo'n model steeds verkorten. Ja. Dat is ook volgens mij is dat ook een beetje wat de das om doet zeg maar, in de auto-industrie. Ik weet niet hoe je daar zelf naar kijkt richting de dealerschappen. Nou ja, kijk, de dealerschappen, daar is ontzettend veel mee aan de hand. Ik begon in 1998 overigens ook bij diezelfde Driessen Autogroep begon ik inderdaad te werken in Eindhoven. Dus ik weet wel een beetje wat er gaat. En later ben ik bij General Motors gaan werken. Ja. En dan heb je dus over de levenscyclus van een product. En inderdaad, meestal halverwege 3,5, 4 jaar, dan is er een update. Dus dan krijgt hij een andere grill, een andere koplampen. Zo deden we dat. Facelift, en dan na 8 tot soms 10 jaar, dat soms hing een beetje van het model af. Nou, dan was die weer, dan moest hij weer opnieuw. Ja. Dat was ongeveer wat er dan ook wel gebeurde. Dat zag je in de Kever, dat zag je op een gegeven moment ook bij die Volkswagen Golf, zag je dat ook heel erg goed, zag je dat wel terug. Dealers hebben het op dit moment... Is het hele verdienmodel of het hele distributiemodel is aan het veranderen. Hè? Want die fabrikant die wil zelf contact houden met die klant. Zelf, dus dat noemen ze dan het agenturenmodel. Nou, daar kunnen we met z'n allen wat van vinden. En dan kunnen we ook zeker nog een hele podcast aan wijden. Ook wel, want het is echt wel het een en ander daarmee aan de hand. Als je gaat kijken naar al die auto's, we hadden het net even, lieten we eventjes die ID-bus lieten we zien. Die staat op de voorkant van de bestelauto variant. Ja, weet je, dat is... Dan met een iets andere accu is dat ook gewoon een ID.4. Zelfde specificaties, zelfs iets betere specificaties. Dus wat doet Volkswagen nou? Die produceren eigenlijk maar 2 platformen. En die is toch goed voor Audi, Porsche, Volkswagen, Cupra, Skoda. En dat gebruiken ze gewoon. Als je dan zeg maar, kun je dan op dealerniveau onderdelen met elkaar wisselen? Dat zou ik zo niet durven zeggen. Maar in theorie zou dat eigenlijk veel makkelijker moeten kunnen. Nou, sowieso eigenlijk Ja, en wat eigenlijk nog van de volgende stap is, dat je op een gegeven moment op dealerniveau, dus ook op een gegeven moment ook gewoon in staat moet zijn van, nou ja, weet je, onderdelen bestellen. Nee, die print ik zelf wel eventjes. Ja. Weet je, dat zou uitspreken. Ja, daar hoef je niet heel de wereld over. De trend die ingezet is, Mercedes is daar volgens mij in Nederland mee begonnen, maar correct me if I'm wrong, die gingen op een gegeven moment auto's boven een ton alleen maar in Utrecht afleveren, want dan hadden ze de Mercedes Experience. Ze gingen door de geschiedenis heen van Mercedes om mensen langer te binden. Volvo ging daar overheen en die leverde auto's af bij de fabriek. Dan ging je daarheen, mocht je naar zo'n ijshotel, mocht je daar zo'n sleeënrit maken en dan kreeg je een hele dikke Volvo mee naar huis die al ingestond stelt op jouw navigatie. Daar kostte Volvo de helft van de marge als het via een dealer verkopen. Dus dat was voor hun en een margemodel en het was een merkbindingsidee, zeg maar. Hè? En daar hebben de rest van de merken naar gekeken. Ja, die is goud. Want als je die dealers er tussenuit knijpt, heb je niet. Die hebben allemaal heel veel te eisen hè? En te wensen en van alles te vinden. Ja, maar hier in Eindhoven of ja, nee, hier in Helmond. Ja, ja. Hè, die hebben elke keer van alles te wensen. Terwijl hun willen een één merkuitstraling doen en die dealers willen allemaal hun eigen ding doen. Nou, dan krijg jij een wirwar aan uitingen rondom jouw automerk. Terwijl je zegt, ja, daar willen we eigenlijk niet mee geassocieerd worden. Nou ja, en dat is in gang gezet toen ik al bij Driessen werkte. Dat is echt al wel 10 jaar geleden.
Dat was toen al een ontwikkeling. Ja, ja, want maar nu heb je dus echt superveel meer merken. Merken waar mensen nooit van gehoord hebben. Dus vroeger had je inderdaad in ieder dorp of iedere gemeente wel, want bijna ja, de geëikte merk had je daar een dealer zitten. Dat is natuurlijk enorm veranderd. Maar hoe zit dat dan? Want waar kun je die dan vinden? Of zijn er die überhaupt niet fysiek, maar alleen online? Of ja. Nou ja, kijk, er is wel echt zoiets van, nou, de grootste showroom, hè, we hadden het net even over Volvo. Volvo die zegt zelf van, nou, de grootste showroom van Europa, die heet www.volvocars.com. Dat is de allergrootste showroom. En ja, we willen die beleving zo meer maken. Als je naar Link & Co gaat, dat zijn de autoabonnementen. Je kan nooit meer dan €550 per maand kwijt zijn. Mm-hmm. En dan heb je gewoon, dan wordt er gewoon een auto voor je neergezet. Ja. Mensen bestellen dat ook gewoon zo, ja, weet je. En zitten ze eraan vast? Wel, nee. Want als je op een gegeven moment een maand later denkt, nou, ik heb hem toch niet meer nodig. Ja, dan leef je hem toch weer in. En dan zet zij diezelfde auto wel weer bij de volgende in. Mm. Of dat een echt goed verdienmodel is, dat is moeilijk te zeggen. Maar er gebeurt gewoon, wat er gaat, zijn ook echt die fabrikanten die zijn aan het kijken. Ja, hoe krijgen we die auto's op een veel lagere drempel? Hm. Krijgen we die uiteindelijk bij die consument? Ah, ja. Maar ja. En ze moeten dus ook wel met die consument gaan schakelen. Want die dealer die zat er altijd tussen. Die moest die auto's eerst inkopen en dan vervolgens weer doorverkopen. Ja, goed. Een dealer op de hoek is ook heel laagdrempelig, toch? Als die weg is. Ja, ik ga het liefst altijd, als je nou bijvoorbeeld naar die nieuwe merken kijkt. Dus bijvoorbeeld, je hebt dan E-Waste. Nou, E-Waste, dan rij je naar Breukelen toe. En dat zijn echt, ik ken die mensen echt. E-Waste, dat is een Chinese SUV bouwen zij. Dat is een auto, daar kun je echt verstoppertje in spelen. Zo Jeroen weet niet wat een SUV is. Ja. Oh. Zo erg is het ook weer niet. Nee, zo erg is het ook weer niet. Maar een... Sports utility vehicle, ja. Oftewel een terrein. Nou, ik zou eerlijk zeggen waar ik de afkorting van stond, dat zou ik niet weten inderdaad. Maar, een grote wal. Ja, ja, een grote terreinauto's en SUV is niet hetzelfde. Nee. Oh, even, maar goed, okay. We gaan het niet al te technisch en lastig voor je maken. Maar goed, iedereen die wil tegenwoordig dus zo'n ding een stapje hoog in, dat is helemaal leuk. Een SUV. En die auto die kun je dus inderdaad gewoon aanschaffen. Dan krijg je hem ook gewoon. Maar voor het onderhoud, ja, dan kom je, even uit mijn hoofd gezegd hoor, misschien zeg ik nu iets verkeerds, maar moet je naar de Proval Tire Center. Mm. Dan is er een ander merk, het komt allemaal uit China, hè, en dat heet Hongji. En Hongji, dat betekent volgens mij letterlijk voor China. Volgens mij zit er ook iets van rood zit er ook in dat woord. Dat is een fabrikant sinds 1958 en die bouwen die auto's. Eigenlijk hebben die fabrikant opgericht voor als staatsauto. Dus voor al die staatsleden, nou ja. Dat ze daarna nog heel wat van rond hebben lopen. Dat er een heel automerk op kon bestaan. En die bouwen zo'n SUV en die kun je dus gewoon nu bij een grote dealerholding kan je die gaan halen. Ja. En dan kun je hem daar ook gewoon onderhouden. En dat geeft natuurlijk de consument toch wel iets van, ja weet je, ik wil die auto aanschaffen. Maar ik moet toch niet, ja als ik dan... Ja, maar... aanschaffen daar en dan moet ik dan maar eens maar die merken en die mogelijkheden bedoel ik eigenlijk. Hebben, dat is lastig. Nou ja. Die merken die mogelijkheden, dat weet toch eigenlijk bijna niemand. Als ik hier in een dorp stuur de vraag van Hongji. Nou. En dan waar je die kunt halen, dat snap nee, je. Dat nee, weet toch niemand. Als je hem ziet, dan zeggen ze, wat is dat nou joh? Ja. Het is een soort Chinese Rolls Royce. Zo'n Cullinan. Ja. Maar dat is ook enorm veranderd. Maar wat ik wel weer mooi vind ook aan de ontwikkeling is dat er dan via Twitter, en natuurlijk je kunt van alles van Musk vinden, maar er waren heel veel mensen in Amerika waarbij die Tesla dichtvroor. En ze hadden dus geen mogelijkheid om die auto met hun telefoon te openen. Je moest die hendel kunnen indrukken om hem te openen. Dan hebben ze de software geüpdate en nu kan dat wel. Ja. Er waren vier Nederlanders die hun auto niet open kregen, want hier was het ook 2 dagen koud. Maar daar is natuurlijk iets andere verhaal. Op afstand hebben zij al die auto's geüpdate, zodat iedereen die functie heeft. Ja. Ja. Dan zie je die dealers dus zo kijken die al niet begrijpen hoe überhaupt dat online platform met die auto's werkt. Want die auto's zijn dus continu verbonden. En zij kunnen dus op afstand zo'n software-update wereldwijd uitvoeren. Maar ook ja, dat is inmiddels op, wel andere fabrikanten doen dat wel. Hoor. Ja, mijn Ford doet het nu ook. Dus op een gegeven moment tussen ik morgens kijk, hij kan nu dit. Maar jij zei Pim, er was toen zo'n trend gaande dat honden of de dieren in de auto zaten en dat daar mensen die dieren eruit gingen halen. En dat Tesla ook mooi op ingespeeld door gewoon op het scherm te projecteren van ik zit hier veilig in de auto, het raam staat open en de airco staat aan. kun je het gewoon aflezen op het dashboard? Ja, precies. Ja. Gewoon super slim. En pas toevallig, ik weet niet of dat echt is, kun je misschien wel bevestigen. Liepen we langs een Tesla op de parkeerplaats hier bij de Nul. En toen zei ik tegen een vriend van mij, waar we wezen zwemmen, ik kwam trouwens net voorbij reden, Sjors. En ik zei, die Tesla die zou ik ook wel in willen. En toen gingen zijn lampen gingen aan. De autolampen van die Tesla gingen aan. Is dat iets wat in die auto ingebouwd is? Of?
Ja, is dat is wat ze dus inderdaad... Ja, bedoel, het is gewoon een soort Siri-functie. Hij luistert gewoon, ja. Dus ja, dat is tuurlijk, echt super grappig. Ja. Overigens, daar kun je wat qua privacy en volgbaarheid... Kun je daar weer wat van vinden? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk, ja, dat, maar ik vond het vooral heel apart. Maar drukte je er niet per ongeluk op een knopje of zo? Dat leek me heel... ik heb nog even staan wachten tot dat hij misschien nog zou komen, maar... Ja. We hebben hier een keer gehad, jouw nichtje Lisa werkte toen hier. Oh, en toen kwam er iemand Tesla-sleutels brengen. En dus Tesla-sleutels gevonden. En toen zei Lisa, hey, volgens mij weet ik al van wie die zijn. Dus dat is het dorpse gebeuren. Ja, hè? Dus, ja. Wel goede marketing als je het zo. Ja, dus Lisa die belde die op van, volgens mij ben je je oud-sleutels kwijt. Nee, volgens mij niet. Ja, volgens mij wel. En even 2 minuten stil. Ja, verrek. En die stond dus bij de hockeyclub op de parkeerterrein. Dus die zal misschien wel een keer doorgezakt zijn. Ik weet niet om wie het ging, maar er was wel die Tesla. Okay. Maar Elon Musk heeft een hele grappige... Er is een ontzettend leuk boek van over Elon Musk verschenen. Ik denk, volgens mij is 4 jaar oud inmiddels ook alweer. En dat gaat dan echt... De biografie van Elon Musk, ja, van Ashley Vance, is dat. En alle grapjes die hij in die auto heeft bedacht. Dus als je op een gegeven moment Destination Mars, dan komt er dus een ruimtevaartschip of een raket komt er dus in beeld. Ja. En op het moment dat je op een bepaalde knop 3 keer indrukt, dan wordt dat de regenboogkleur om dat ding heen. Weet je, hij heeft... Ja, het is toch geweldig dat hij die gimmicks gewoon in kunt bouwen. Dat is toch fantastisch. Gewoon eigen humor. Op jouw Tesla. Ja. Gisteren kon hij dat niet. En morgen kan hij het ineens wel. Ze zegt het ook gewoon keurig. Kijk eens hier. Ja. We hebben nu, je kan nu, weet ik wat, en met die X kon je op een gegeven moment ook een soort dat die een soort dansje dan maakt die een soort dansje, ja, met die vleugeldeuren, niet met de wielen, want dan wordt dat ingewikkeld. Ja, maar dat is ook goed dat het allemaal humor, dat hij om de hoek komt kijken, toch? Dat maakt het alleen maar leuker. Praktischer, in Californië hebben ze nogal eens een keer last van wat bosbranden. Mijn familie woont er ook en ik weet, het is er echt wel heftig. Af en toe gaat het daaraan naartoe en het komt best wel vaak voor. En wat zeggen ze? Ja. Stel dat jij op een gegeven moment weg moet rijden van zo'n bosbrand. Zo'n auto heeft natuurlijk een rijbereik. Mm. En wat kunnen ze bij Tesla? Maar dat is, zit er trouwens dan ook in Californië, die fabrikant. Die kunnen dan zeggen, nou, dan krijg je er nu 50 kilometer bij. Mm. Gewoon door middel van een update. Okay. Die auto's kunnen 50 kilometer verder rijden. En dat is natuurlijk ook een ontwikkeling. Want 100% belast. Nee, maar op heel veel delen in de wereld gebeuren steeds meer rare dingen. Ook met dat zie je gewoon nog niet helemaal doen, dat soort dingen. Dat is okay. Maar hoe zit dat dan? Want het is natuurlijk leuk om die gimmicks in te bouwen en zo. En daar maak je het ook steeds actueler mee, zo'n auto. Maar hoe lang gaat zo'n Tesla bijvoorbeeld nou nog mee? Is dat 10, 20 jaar? Hoeveel... Ja, ik zou bijna zeggen, kom naar een college lopen een keertje. Dan vertel ik je alles over de levensduur van een accu. Want het is uiteindelijk een accu die zijn levensduur wordt bepaald door het aantal laadcycli. En een laadcyclus is van 0 tot 100%. Nou, en die wordt zeg maar even gemiddeld op 2000 laadcycli heeft hij dus. Maar omdat hij van 0 tot 100 is, kun je hem eigenlijk koppelen ook aan de rijbereik op de radius van die volle accu. Nou, dat is ongeveer 400 kilometer. Doe maar eens 2000 maal 400 kilometer. Kom je op 800.000 kilometer, kom je dus uit. Dus als een auto op een gegeven moment als taxi ergens met 2 ton wordt ingeleverd, dan is die accu... Op een kwart. Nee, maar dan is de state of health, zoals dat zo mooi heet. Kunnen ze dat ook allemaal wel meten. Die zit nog ergens boven de 90%. Zo. Omdat je hem nooit helemaal leeg rijdt, of... Ja, omdat ze ook, kijk, het is in tegenstelling tot lood, moet echt een regelapparaat moeten bovenop zitten. En wat doen die fabrikanten nou, en zeker die vrachtautofabrikanten, die doen dat helemaal. Die zeggen, nou, je hebt een bruto capaciteit en je hebt een netto capaciteit. En in dit geval is de bruto capaciteit soms wel eens echt 20% meer dan de netto capaciteit. Dus jij ziet als berijder wel dat jij, nou, dat is de volledige accu die je dan leeg rijdt, maar feitelijk rij je ongeveer op zo hoog 70%. Misschien een keertje 80, maar heel vaak ook gewoon 60% gebruik je maar van die accu. Dus je gaat nooit minder dan 20% en je gaat eigenlijk ook nooit boven de 80-90%. Hangt een beetje van fabrikant af, hoor. De ene is er wat ruiger mee dan de andere. Dus straks als die auto's wat verder, wat meer toegankelijk zijn gemaakt, dan kun je prima een tweedehands elektrische auto aanschaffen. Ja. En sterker nog, op een gegeven moment is die auto die stopt een keertje met bestaan. Want dan is je hebt nog steeds remmen en weet ik wat. Het is die motoren en die accu's, die aandrijflijn. Maar eerlijk gezegd, dat is met benzine en diesel ook al zo. Hè? Ja, het is een dieselmotor, die gaat gewoon ook nog veel langer mee dan die auto. Ja. Maar op een gegeven moment dan heb je speling op de spoorstangen. En ga zo maar door naar je rijdt een golf uit de jaren 90. Die werden geleverd met speling. goed. Op een gegeven moment dan merk je dat soort dingen wel. En dan komen dat soort dingen. En dan moet je er eens een keer onder om dat dus te gaan vervangen. En op een gegeven moment houdt dat gewoon op met vervangen. En dan moet je dat dus anders gaan doen. Heeft diezelfde accu's, op een gegeven moment worden die gewoon uit die auto gehaald.
Dat is waar we uiteindelijk naartoe gaan. We hadden het over verduurzaming. En met want dat was mijn volgende vraag inderdaad. Dan heb je ineens heb je dus thuisaccu's. Want zometeen vervalt de salderingsregeling met de zonnepanelen. Dus wat wil je dan? Dan wil je die opgewekte energie, die wil je gewoon opslaan. Ja, want hoe duurzaam... Dat is een extra autoaccu. Want hoe duurzaam zijn de accu's? Hè? Dat is nou ook natuurlijk wat je vaak voorbij ziet komen. Er zijn hele mijnen nu voor lithium en andere grondstoffen die... nodig zijn. Dus de andere mijnen gaan dicht en die mijnen gaan open. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Want dat is misschien nog wel heftiger dan wat we nu doen. Dat is een typisch broodje aap verhaal. Oké. Er zijn een paar dingen. Er zijn heel veel grondstoffen nodig. En inderdaad, die worden op hele rare plaatsen worden die gewonnen. En een daarvan is, het wordt heel veel gedacht dat lithium niet genoeg zou zijn op de wereld. Nou, in Afghanistan zitten ze op een hele berg lithium. Alleen kunnen ze op dit moment niet bij. Overigens zijn dat mijnen en die plaatsen, die mijningsrechten zijn gekocht door de Chinezen. Chinees mijnbedrijf heeft dat opgekocht. Wat ze ook heel vaak nodig hebben is kobalt. De kobalt wordt weer gewonnen in Congo. Ja. En in Congo, tenminste heel het Afrikaans continent en China, die hebben eigenlijk een hele goede band met elkaar. En eigenlijk die mijnen zijn ook van Chinese. Alle infrastructuur wordt daar door de Chinezen wat aangelegd. Dus leningen, mega leningen afgesloten. Dus. Als je aan mijn telefoon ging, druk je gewoon uit met je iWatch, dan is dat... ik zag je auto net ook wegrijden. Volgens mij is die boodschappen doen. Mijn zoon van 15. Die roept de auto naar huis. Die belde net terug. Nou, geef het hem te doen, want hij doet het zo. Hoor. Dat is, ze rijdt zo overal in weg. Ja. Maar dat is heel erg interessant. En dan bijvoorbeeld ook, weet je, daardoor zou een elektrische auto dus niet duurzaam zijn. Nou, dat is echt kant-en-klare onzin. Je mag vloeken in deze podcast als je wil. Maar... Nee. Ik bedoel, dat is echt een dat is echt gewoon, dat slaat gewoon helemaal nergens op. En dat er eens een keer een Belgische professor is geweest, die had er 700.000. Dat heeft hij overigens een dag later gerectificeerd. Maar vervolgens zei de Telegraaf, nou, fantastische krant, niet echt. Mm. Die zei, het slecht nieuws verkoopt beter. En goed nieuws of anders nieuws, dat wilden ze helemaal niet publiceren. Ja. Dus dat heeft de Telegraaf ook gewoon niet gedaan. Maar tegengeluid hoor je maar weinig eigenlijk. Kijk, weet je, als je dan een hele levenscyclus kijkt en dan op basis van CO2 wat je dan uitstoot met een benzineauto op 200.000 kilometer versus inderdaad dat die extra CO2 voor het produceren van die elektrische auto, lees vooral de accu dan ook. Ja. Ja, maar dan staat echt die elektrische auto, die staat echt, dat is een fractie van wat een benzineauto in de hele cyclus doet. Wat ik een mooi argument vond, want ik ben heel lang van het eerste kamp geweest, van die elektrische auto is qua productie veel schadelijker in zijn productieproces. Wat ik een hele mooi inzicht vond, is dat ze, als ze die auto produceren, hebben ze dat gecontroleerd op één plek. Dus die CO2-productie hebben ze op één plek, terwijl die auto rijdt rond. Ik heb zelf ook een benzineauto. Die rijdt rond en die stoot de hele tijd CO2 uit. Waar veel moeilijker te controleren is, veel moeilijker te vangen is. Waar ik me wel echt afvraag, aan het einde van die levenscyclus, ook al is het langer dan een benzineauto, dan heb jij wel chemisch afval. Hoe zie jij, hoe zie jij het hergebruik van... ik heb het nou even over Hij begint al te lachen, dus hij heeft al zin om te gaan vertellen. Ja, dat vind ik ook mooi. Ja. Maar hoe zie je nou die lelijke Prius, dat was toch voor mijn gevoel wel een beetje categorie boomknuffelaar die in zo'n lelijke auto wilde rijden. Ja, dat was vooral bijtelling, maar oké. Dat was bijtelling, maar dan is boomknuffelaar en pinnige mensen zitten wat mij betreft wel een beetje in dezelfde hoek. En dat scheelt ons weer een paar luisteraars. Ja, zeker. Tot ziens, tante Gerry. Nee, ik denk volgende week. Hoe zie je dat? Hoe zie je dat einde van die accu? Ja. Denk je dat tot een goed einde komt? Ja, dat denk ik wel. Kijk, die accu's die zijn... ze zijn gewoon goed te recyclen. Goed, de chemische samenstelling die in die accu zit, dat is dat lithium. Hè, dat is een soort gelachtige substantie, is dat. Je moet wel van tevoren weten welke voor accu je gaat recyclen. Maar je hebt een verschil tussen recyclen en hergebruiken. En in dit geval, industrieel ontwerpen ook. Ja, weet je, de wereld in 2025, dan komen de eerste huishoudens gewoon al met een thuisaccu. Dus in die zin, en als een thuisaccu, dan kijk, die accu bij mij, die moet ineens even 450 kilowatt of 400 kilowatt moet hij ongeveer kunnen leveren in één keer. En dan ligt hij in een huis, dan ligt hij op kamertemperatuur op zo'n hoogst 3 kilowatt. Misschien eens een keertje 4 en dat is het dan. Dan mag hij dan 24 uur, mag hij dat gewoon hetzelfde doen, wordt langzaam volgeladen. Ja, die gaat gewoon nog 30, 40 jaar mee. Met gemak. Mooi. Ja, dus zeker. En dan heb je het over hergebruik. Weet je, die cellen, dat zijn, als je naar de accu zelf kijkt, het is, Tesla zei dat ze heel stoer. Ja, het zijn eigenlijk van die penlights. Nou, het zijn inderdaad wel penlights, maar die zitten weer in een pakket eigenlijk, zo gezegd. Ja. En die pakketten, die kun je gewoon loskoppelen.
Nee. Penlijst is overigens weer achterhaald hoor. Dat zijn tegenwoordig zijn de pouwtjes. Ik heb wel veel gedaan, ook met de accu's. Dus ik heb bijvoorbeeld een paar fietsen omgebouwd naar elektrisch. Echt wel met de hulp van mijn vader, want alleen zou ik dat niet gekund hebben. Maar ik werkte toen in Venlo en daar fietste ik op en neer met een e-bike. Puur omdat hij er niet was, met een actieradius van 140 kilometer ongeveer. Met een snelheid van boven de 30. Die fiets was niet te koop. Toen kwam er op een gegeven moment een fiets. Die kostte dan ook 8 of 9000 euro. We hebben hem toen zelf gebouwd. Hebben een Giant omgebouwd. Daar fiets ik nog steeds veel op. Ja. Was dan geen 36 volt, maar 48 volt. Met een achterwielmotor uit Canada. Want die hadden een borsteloze motor gemaakt. Met weinig slijten. Daar ging een Samsung batterij op. En toen zei ik tegen Spa, ja, maar er moet wel een klakson op. Want mensen horen mij niet aankomen. Ja, maar ik rij 35, ja. Hè. Fietspad, ja. Als jij die grijze krullen, met alle respect, daar bel jij, die kijken om. Verrakt. Daar gaat er rennen. Ja, ze kijken. Ga ik even voor? Nee, ik ga voor. Nou, dan tot die tijd daar zij onderling. Dan moet dat door de berm, ja. Dan moet dat door de berm. Dus daar zat bandje erop. Ja. Daar zat mooie klakson op. En daar kon ik ook mijn telefoon aan opladen, dat ik ook heel de weg energie had. Daar heb ik alles bij elkaar, bijna 8000 kilometer op en neer gefietst. Eerst vanaf Eindhoven, toen vanaf Sint-Oederode naar Venlo en terug. Ja. Ik kon daar op locatie douchen. Dat was nodig, denk ik. Dat was nodig. Dat douchen was zeker nodig. Ik verbrandde meer calorieën met op- en neerfietsen naar Venlo dan met de halve marathon. Ja. Omdat daar gewoon... Dat was een fitbike. En dat wil zeggen dat jij vanaf 20 kilometer per uur pas ondersteuning krijgt. Maar dan krijg je ook significant ondersteuning. Een grappig verhaal. Dat jij dan iedere keer op en neer naar Venlo... Ja, niet iedere keer. Nee, maar wel vaak. Maar je hebt er dus een accumodule bijgezet. Dat is, nou ja, die fiets was gewoon... Er was geen fiets. Die hebben omgebouwd naar e-bike. Dus een achterwielmotor erin en dan een accu erop. En dat is ook, ja, ons paas, wat dat betreft, echt een Willy Wortel. Dus die kan, ja, die heeft ook een CNC-freesmachine thuis staan die hij zelf heeft gemaakt. Die is nog niet helemaal af. Ja. Maar hè, daar is je al 15 jaar mee bezig. Ja. Maar die projecten zijn eigenlijk nooit af. Want je bent zelf iets aan het engineeren. En ook het engineeren zelf is natuurlijk superleuk. Die fietsen, die zijn allemaal wel af. Weet je, dat wordt op gefietst, dat wordt gebruikt. En toentertijd was dat niet beschikbaar. Als je kijkt hoe die markt is veranderd en hoe iedereen elektrisch is gaan fietsen. Ik zie op de Schaarse weg geen jeugd zonder elektrische fiets. Nee. Terwijl, nee, die had ook hard, ja. Hè, mijn oma had dan een gewone fiets. En toen kwam daar een beetje dat er elektrische fietsen kwamen. Dat was echt voor bejaarden. Weet je, met gevaarlijk, hè? Gevaarlijk. Voorwielmotor, veel slipgevaar. Ook dat, maar je schat ze ook niet in dat ze zo snel gaan. Nou, en inmiddels is iedereen er aan gewend. Hetzelfde geldt voor de elektrische auto's. En die kunnen ook voor het geluid maken. Dus je kan gewoon instellen dat jouw elektrische auto geluid maakt. Ja, dus die al die ontwikkeling. Binnen en buiten doet iets. Buiten doet iets sowieso voor verkeersveiligheid. Maar binnen zit gewoon zo'n schakelaar. En dan gaat er een soort, ja... gaat er aan de gang. Nou, feit is dat die ontwikkelingen allemaal snel gaan. En dat bedenken allemaal mensen. Onder andere zoals Pim, denk ik. Maar hoe Pim, zie jij? 25. Ja, nu, als jij 35 bent, hoe ziet dan de wereld eruit? Waar zou jouw ideale wereld zijn qua ontwikkelingen? Waar jullie als collega-ontwerpers mee bezig zijn? Nou, 2,3 kinderen, Labrador. Ja, precies. AI. Kinderen met namen en cijfers AI, in de naam. Ja. Ja. Ja, die helpt ook met huiswerk, de hond. Ja. Ja, superhandig. Ja. Nee, wat ik net al zei, dat de kinderen dan in ieder geval zelf veel meer affiniteit hebben met het maken van dingen en repareren van dingen. Dat zou wel mooi zijn. Ik denk dat je dan al een heel stuk verder bent ook met batterij en energieopslag. Daar zijn we natuurlijk nu super, super hard aan het werken. En ik denk qua productontwerp dat er een heel groot deel nog steeds heel veel op trend aan het werken is. Hè. Dus dat blijft heel erg. Ik denk dat het alleen maar sneller gaat. Dat zie je ook met alle merken die je nou tegenwoordig hebt. Gaat alleen maar sneller. Nou is het een jaar dat je een nieuw model hebt, maar dat zal nog veel sneller zijn. Dan krijg je een keerpunt. Maar dat is over 10 jaar ongeveer. Hè? Dan, dan zal er toch wel het een en ander gebeurd zijn. Maar zit je dan nog met jouw werk? Zit nou met je werkplaats op de Schijnelse weg nog steeds? Nee, of niet meer? Jawel, ik zit wel. Nee, maar dan niet meer. Nee, maar nu nog wel. Hè? Met een paar vrienden volgens mij ook. Hè? Ja, ik zit daar met dus eigenlijk 2 oud-collega's. We zijn allemaal gestopt bij het bedrijf en zijn allemaal voor onszelf begonnen. Ja. En nou delen we met z'n drieën de werkplaats, inderdaad. Ja. Jij bent in ieder geval wel een van de mensen die impact kan maken, hè? Dus op zich... Ja, die verantwoordelijkheid die moet je denk ik ook nemen. Zeker. En dat is natuurlijk ook heel erg leuk. Dus, ik vind het mooi hoe jij ook ernaar kijkt en vooral ook denkt in de oplossingen. We hebben nu de kans gekregen samen met New Brand Activators, eigenlijk een van de grootste marketingbureaus in Veghel. Daarmee werken we samen voor WD40. Die hebben ons gevraagd om een campagne te bedenken. Dat is Repair Don't Replace geworden. Waarbij we dan wel een flinke prijzenpot beschikbaar stellen, 10.000 euro. En dan, als jij laat zien waar je hebt gerepareerd, dan maak je kans op die prijs. Oh ja. En
daar vind ik dus vet aan, om dan marketing te vertalen in een stukje duurzaamheid. Ja. Wij proberen in 2024 volledig alleen maar duurzame projecten te draaien. Maar ja, we hebben natuurlijk volledige commerciële inslag en onze historie is volledig commercieel. Proberen we die omslag te maken naar duurzaamheid. Nou, dit is een van de projecten. Als het lukt, moeten we ruim 400 mensen zien te vinden die zo'n video uploaden. Het nadeel van deze campagne is, de mensen die heel goed kunnen repareren, zijn niet zo heel goed met zeg maar, het vastleggen van wat ze gedaan hebben. Hm. En vice versa. Als ze heel goed zijn in het vastleggen, dan zijn ze vaak niet zo goed in het repareren. Ja. Nou, dat wordt de uitdaging van deze campagne. Maar ik vind het wel leuk. Jij zit ook op zo'n stoel waarbij je impact kan maken. Ja, en dat voor zo'n merk als WD-40, dat smeermiddel wat eigenlijk in elke autogarage wel te vinden is. Ja, dat is wel kick om je merk daaraan te mogen verbinden. Ja, bij het zoeken naar nieuwe podcastgasten komt dat thema natuurlijk steeds vaker en makkelijker voorbij. Omdat heel veel mensen er steeds vaker mee bezig zijn. Dus dat is wel, ik denk wel, zeker ook richting de elektrische auto's, maar ook richting de ontwerpers. Als jij anno 2024 niet bezig bent met duurzaam ondernemen, dan is het sowieso einde verhaal van jouw bedrijf. Want dan komt er of zeg maar negativiteit rondom je bedrijfsproces. Ja. En op het moment dat jij die thema's die gaan steeds zwaarder tellen. Want op een gegeven moment kan je het ook niet meer uitleggen. Je kunt op een gegeven moment niet. Er zijn zoveel camera's, er zijn zoveel mensen die vastleggen wat er daadwerkelijk gebeurt, dat jij wel een verhaal kan ophangen. Maar dat werkt. Het wordt gelukkig steeds belangrijker. Ja. Ik heb dat ook op het begin een beetje aan geïrriteerd. Hè, dat iedereen zich profileert als duurzaam. Duurzaam greenwashing, dat. Greenwashing inderdaad. En, maar toen ben ik wel eens gaan kijken van wat speelt er nou in mijn markt. En dan zie je toch dat heel veel ontwerpers toch nog ontwerpen voor het, zeg maar het hier en nu. Hè? Dus voor morgen. En ik merk nou dat je dit leuk vindt. Nou, dan krijg je morgen van mij dat product. Ja. Maar dat is overmorgen al niet meer leuk. Nee. En toen dacht ik van ja, ik moet daar toch iets mee. Ik moet er toch echt oprecht en bewust iets mee doen. Dus ook in mijn product, in mijn naam, in mijn bedrijfsnaam. In de producten die ik maak, blijf ik elke keer iets over duurzaamheid zeggen. En dat moet op een gegeven moment iets zijn wat je onbewust gaat doen, maar wat ik nu dus eigenlijk probeer bewust te trainen. Ja. Want toch maak je op die manier denk ik echt wel een verschil met wat er nu op de markt rondloopt aan ontwerpers. Zeker, zeker. Dat is een beetje ook het doel zeg maar, van het aankomende jaar. Dus. Ik heb nog een mooie vraag. Waar komt deze trouwens vandaan? Ja, dat zie je op de tafel. Ja, dat is een IKEA-schroef. Of is het wel een bril? Nee, het is een IKEA-schroef. Dat lag hier onder de tafel. Oh nee, oké. Even iets tussendoor dan. Maar ik heb wel een vraagje over de auto's. Ja, van mijn carnavalspak. Ja. Goed. Touché. Vraag over de auto's. In Engeland zijn we in contact gekomen met een bedrijf. En die hebben een platform gemaakt voor klassieke auto's. Dus die hebben een elektromotor gemaakt met een verstelbare achterbrug. En dan kan het dus, dan kun je dus een mini, oude mini, die heb ik eentje. Een klassieke mini kun je dan ombouwen naar elektrisch. Dus het wiel iets naar achter zet, een kever. Nog iets verder naar achter zet, een Land Rover. Er zijn een paar knotsgekke engineers. Die zaten heel lang bij een aantal grote autoclubs. Die hebben gezegd, we gaan bij elkaar in een schuur gaan we dit fixen. En dan gaan we dit de wereld inslingeren. Ken jij meer van dit soort voorbeelden waarbij ze dus een platform hebben ontwikkeld? Hebben ze eigenlijk gestandardiseerd. Waardoor je dan dus gewoon die liefde van die oude auto, jij noemde straks al de Giulia of zo'n oudere auto, daar kan je dus gewoon zo'n oude chassis overheen zetten. En dan is die dus gewoon elektrisch. Ja, ik heb wel. Ik heb dus opgezocht en je kan dus mijn auto, kun je gewoon 100%. Ook zo'n platform onder laten zetten. Kost wel 60 of 70.000 euro. Oh. Ja, maar dat is nu is nog. Fabrieksnieuw, hè? Maar dan, dat is nu nog, hè? Want nu kost dat nog echt gewoon serieus geld. Maar die mini bijvoorbeeld, hè, daar zijn er zoveel van gemaakt. En er zijn ook heel veel losse onderdelen van te koop. Voor die mini, dan heb je het ongeveer over 17.000 euro. Ja, dat scheelt wel. De kostprijs zit hem vooral in manuren. En op het moment dat jij gaat standaardiseren en in modules gaat werken, zoals jij dat nu eigenlijk ook wel zegt, dan kan dat. Accu's zijn nu ook nog heel duur. Hè? Die in een elektrische auto zitten. Eigenlijk zijn gewoon twee onderdelen. Je hebt de auto en de accu. Ja. Dus gaan ze maar door. Maar inderdaad, het leuke is dat je dan op een gegeven moment. Kijk, die Alfa, hoe mooi echt zo'n auto ook wel is. Je gaat hem niet veel in het dagelijks leven tegenkomen. Want ja, die doet het. Als er gewoon die oude motor nog in zit, die doet het de helft van de tijd niet. Dan is er weer wat aan de hand, dan moet er weer wat gesleuteld worden. En dan kan het ineens weer wel. En dan is het gewoon je daily drive. Ja. En dat is juist het gaaf van deze ontwikkelingen. Ik bedoel, dan maak je die carrosserie, maak je nog een keertje helemaal goed. En dan heb je gewoon een auto voor eigenlijk weer voor het leven. En hoe kijk jij aan tegen waterstof? Ja. Nou, waterstof is eigenlijk, dat is een hele interessante. Eerlijk gezegd, ik geloof er niet zo in.
Oké. Okay. Maar voor de industrie, ja. Jawel. Ja, ik wou zeggen, het is vooral vrachtverkeer, toch? Dat het, of niet? Nee, dat, niet. Dat is ook weer een rare berichtgeving dan. Want dan lees je het, dan krijg je een hele artikel van ja, de vrachtwagens of de schepen gaan met waterstof. Ik denk, oké, okay, prima, dat zou mooi zijn, maar... Ja, maar vrachtauto's dus niet hetzelfde als een schip, hè? Dat is duidelijk, maar je leest heel... Ja. Ja, berichtgeving is anders. Kijk, als je gaat kijken naar waterstof, en dan moet je ook in, dat noemen ze dan heel mooi well-to-wheel principe, dan moet je het waterstof ook opwekken en dan op een gegeven moment wat er overblijft, is eigenlijk het rendement is niet heel veel beter dan met een brandstofmotor. 25% of zo. Ja, 29 geloof ik aan de laatste. Maar goed, het is echt niet super hoog. En waar het probleem hem vooral in zit, is natuurlijk gewoon nu heel praktisch. Ja, waar kun je het nu tanken? Helmond is dicht, ik geloof dat je nu naar Veldhoven toe moet gaan rijden. En dat is het dan hier in deze regio ook zo'n beetje. Heel veel mensen maken een foto van de situatie zoals dat er nu is. Maar iedere fabrikant, hè, dus, nou, je hebt een accu en als je 500 kilometer wil rijden, dan zou je ongeveer theorie een accu van 700, 800 kilo ongeveer nodig hebben om vanaf hier naar Parijs te kunnen rijden. Dat is het vergelijk wat ik in mijn colleges ook nog wel een sketchje maak. Hè? Prima, maar dat is een hele flinke accu. Maar dat is deze accu, dat is lithium accu. Lithium kennen we nog maar, wat is het? 25 jaar of zoiets. Het zal niet heel veel langer zijn in elk geval. En dan in de auto's, nou, nog niet eens de helft daarvan, zo gezegd. En al die fabrikanten zijn allemaal druk bezig met allemaal nieuwe accutechniek. Want die denken ook, ja, weet je, als ik de factor energiedichtheid kan verbeteren. Ja. En een loodaccu versus een lithiumaccu is factor 4. Dus oftewel, hij is 4 keer lichter met dezelfde hoeveelheid energie als je een lithiumaccu hebt ten opzichte van die loodaccu. Als je die slag nog eens een keertje kunt maken, ja, dan is je accu ineens, nou, deel die 800 kilo even voor het gemak, maar even door 4, 200 kilo. En dan is die dus eigenlijk alweer lichter. Als je dat lukt, dan kun je ook veel makkelijker je vrachtauto's gaan elektrificeren. Want een vrachtauto kan eigenlijk nooit meer dan 400 kilometer aan één stuk rijden. Daarna moet hij 3 kwartier rusten. Tenminste, die chauffeur, ik hoop dat hij dat doet. Ja. Voor de chauffeur, ik weet dat het in de praktijk niet zo heel erg vaak gebeurt. Maar dan is het zaak dat je in 3 kwartier weer die volgende 400 kilometer erin gaat laden. Daarin is bestelauto's is weer een grotere uitdaging. Want die zitten veel meer korte met die gewichten. Na korte stopjes, maar ook het is een bestelauto die is succesvol zo licht als dat die kan zijn. Dus we zeggen op een gegeven moment, nou, moet er als er 1000 kilo in kan, dan gaat er 1200 kilo mee. Kan er 1200 kilo in, mag er 1200, gaat er 1400 kilo mee. Dat gebeurt zoveel. Dat is dag in en dag uit. En we maken nu een foto van hoe de situatie nu is. En dan kijken we eigenlijk helemaal niet van waar zijn nou eigenlijk al die fabrikanten mee bezig. Maar de Daimler is echt hartstikke hard aan het investeren. Sterker nog, die accu die gebruiken ze ook al in de stadsbus. Die dus wel die werkelijkheid heeft, een solid state accu. Maar waterstof wordt vooral misschien gebruikt van, kijk, ons is duurzaam bezig zijn. Om af en toe die termen er een keer erin te gooien, vanuit de overheid bijvoorbeeld. Het is een oude techniek. Of is het toch het is een oude techniek, maar... Ja, sinds de jaren 60. Dat kennen we al hartstikke lang. Waterstof. En daarom, als het echt goed was geweest, was het er al lang geweest, toch? Nou, nee, een waterstofauto bouwen is eigenlijk nog niet heel erg ingewikkeld. Maar je moet er op een gegeven moment met de infrastructuur. En hoe kwamen wij nou aan die infrastructuur voor die elektrische auto? Dat had toch alles te maken met die plug-in hybrids. En waarom kwamen die plug-in hybrids hier zo ongekend populair? Bijtellingsregeling. De bijtelling. 100%. Dus wat dat er gaat, zou je het echt als een briljante move uit Den Haag kunnen vinden. Om op een gegeven moment te zeggen, nou gaan jullie maar allemaal lekker hybride elektrisch rijden. Hybride. Dus dan kwamen die laadpalen vanzelf. En je hebt natuurlijk de Shell. Dat kip en ei verhaal. Je hebt natuurlijk de Shell. Dat systeem dat zij gebruiken is perfect geschikt voor waterstof. Ja. Maar ja, de Shell doet het hoofdzakelijk voor het geld. Oh ja? Ja, nou ja, ik vond het wel mooi. De speld had een hele mooie. Die zei van, jongens, maakten wij niet zo druk. Ik weet niet hoeveel miljard winst gemaakt. Dus in de speld stond dan heel mooi, maakten wij niet zo druk, het is maar geld. Ja. Het gaat niet over mensen, het gaat over geld. Ja, precies. Hey, maar misschien, Jeroen... Ja, nee, inderdaad. Want kijk, we kunnen hier volgens mij een uur over praten. En we zijn ruim een uur voorbij, maar we hebben wel nog wat leuke stellingen ook voor de gasten. Want ik vind normaal tussendoor, hè, maar daar is er niet van gekomen. Dat is op zich ook niet erg, maar het is hier wel leuk om te eindigen met onze stelling. Want ik vind jullie een hele leuke kijk hebben op het leven. Ook een verschillende invalshoek, maar allebei wel enorm bezig met de toekomst. Ja. En ja, dat is sowieso wel fijn, denk ik. Want er zitten veel mensen ook wel vast in het verleden. Doen we ze om en om? Of doen we, doe jij wij Jasper doen, wij ik, doen om en Tim, om. Wij doen om en om, waarbij ik bij Jasper wil beginnen. Ja. We hebben twee verschillende. En je mag dan kiezen waar je denkt die het beste bij je past en waarom. Mm-hmm. Ondernemer of loondienst? Ondernemer. Omdat? Nou ja, ik heb toch altijd, wat dat gaat, mijn eigen koers kunnen bepalen. En ik ben,
ik ben ook gedeeltelijk in loondienst op de school waar ik, waar ik lesgeef. Iva Driebergen. Met mijn zus in de achtertuin. Ja, maar als je nooit ook gestudeerd. Dat wist ik, ja, inderdaad. Dus dat vind ik ook gewoon ontzettend leuk. Maar ik ben ook gewoon een rusteloze man. Dat zou je niet zeggen. Pim, kunst of kitsch? Kunst. Omdat? Ja, dat lijkt me misschien logisch, maar... Ja, kitsch is af en toe wel leuk in het interieur of zo, maar dat is vaak ook dingetjes die je snel weggooit. Hè. Kunst blijft wel langer hangen. Hm. Mooi. Okay. Mooi. Jasper, online of offline? Offline. Nou, Jeroen. Ja, die is wel laatst, ja. Ja. Tim, sport of ontwerpen? Ja, ontwerpen. Sport jij ooit eigenlijk? Ja, ik zwem. Kijk. Af en toe. Okay. Bij de nul. Goed. Jasper, sporten of Netflixen? Oh, sport. Ja. Dan wordt hij nog wel nagelachen met een rondje met je vriendin misschien. Ik zwem zelfs serieus. Dat was niet bedacht. Nee. Maar net miste ik er eentje. Wat zei je nou, Jasper? Sport. Okay. Sport of Netflix. Oh, je had die ook. Ja. Bier of wijn, Pim? Bier. Ja, dus carnaval, het is nu carnaval. Je gaat daar het feestje eruit waarschijnlijk in, of niet? Ja, we gaan wel een beetje verraderen, maar we gaan wel dadelijk naar de Mos. Ja. Ga je verkleed als ontwerper? Nee. Dat zou je zeker doen. Als accu. Zeker doen. Ja, dat is ook leuk. Dat ook weer, ja. Volgend jaar, even aan denken. Ja. Sint-Oederode of Meijerijstad? Ja, ik ben hier 25 jaar geleden komen wonen, Sint-Oederode. Hoe ben je trouwens hier terechtgekomen? Mijn vrouw. Kijk. Voor de liefde. Nou, voor wie is daar de rennen? Zeggen ze dan hier? Ja. Kennen wij die? Ja. Van, ja, Elske Muller. Ja, oh, ja, dus, nou. Vriendin of werk? Vriendin. Ja, zet ze erbij. Je zei het heel snel, hè? Klopt het? Hoe weet je jouw vriendin trouwens? Noor. Zet ze erbij, Noor. Klopt het? Hij zegt heel rigoureus. Vriendin? Ze hoopt van wel. Hij kiest vaker voor jou dan voor zijn werk. Ja, oh, okay, ja. Zeker. Een goede jongen is het ook, hè? Ja. Het is gewoon een goede jongen. Natuur of stad? Natuur. Ja, je loopt vaak hier... Als ik hardlopen, bossen dan, in of ja, is, ja. En als er dan eens een keertje vrienden van mij uit de stad of uit het westen komen, dus ik loop even een keertje mee, gaan we even een rondje hardlopen. Nee, het is Je loopt de sluitappel af en dan ga je het buitengebied al in. Ja. Het is echt die achtertuin. Ja, mooi gebied. Ja. Ja, ja. Podcast of lezen? Podcast. De Bron of iets anders? Of? Ja, Maarten van Rossum luister ik. Oh ja, ah, ja daar heb je mij getipt, hè, dus die moet ik nog gaan luisteren. Ja. Mooi. Ik heb er nog eentje. Nou, vertel hem. Jij niet meer. Want we hebben er allebei 6. Maar dan heb ik er 2 achter elkaar. Dan ga ik nog met Pim dan. Toen, nu of later? Oeh, nu. Denk ik. Ja? Ja. Maar je bent veel met later bezig eigenlijk. Maar ja. Ook, ja, maar waarom zou je dan nu kiezen? Ik ben toch al veel meer met nu bezig. Eigenlijk. Je denkt al veel voor later na. Maar ik ben toch al nu aan het... Mooi. Een goede eigenschap. Ja, dat is zeker een goede eigenschap. Maar Geert, ik vond het wel mooi om te zien dat jij als... heel vaak doe je of ergens verstand van hebt, maar van ouds heb je echt verstand. Nou ja, Jeroen, heel vaak probeer je mij te beledigen, dat is nou ook weer gelukt. En jij komt erachter dat ik gewoon best wel breed georiënteerd ben. Jij bent heel breed georiënteerd. Maar het is wel mooi om te zien dat jij je wel ervan geniet om over ouds te praten. Vind ik mooi om te zien. Dat is voor mij echt een passie en ik kan er ook echt van genieten. Dus dat is zeker een hele leuke gast ook. Ja, ik zeg ook, ik heb alle 3 die jaarboeken. En, ga je elektrisch rijden? Voorlopig niet. Omdat ik elektrisch wil gaan fietsen. En proberen om alle werkgevers, werkgerelateerde zaken op de fiets te kunnen doen. Dus dat is mijn doel, zeg maar. Om niet die elektrische auto te kopen. Maar juist proberen om zoveel mogelijk projecten te verzamelen hier in de regio. En dan de 13 kernen van mijn reis dat te kunnen bedienen zonder dat ik zelf de auto nodig heb. Ik breng elke dag, tenminste zover het kan, mijn kinderen naar school. Dan haal ik ze ook op. Die zijn nou groot genoeg dat ze kunnen fietsen. Met uitzondering van degene die komt binnen 2 weken. Maar ik voorlopig niet. Ik ga juist proberen om... Ik heb mezelf al doelgesteld om minder spullen te hebben. Ik heb best wel veel verzameld. Mijn schuur ligt behoorlijk vol. Ik had het gezien, ja. Maar je hebt wel alles. Want we vorige keer waren een klein stekkertje aan het zoeken voor de podcast. Nee, die heb ik. Zeker. Hij lag er, Dat is van de origine zo gegroeid. Zo, mijn ouders ook, die hebben een zolder. Als die ooit komen te overlijden, dan denk ik dat wij aan 6 zeecontainers niet genoeg hebben. Want die hebben gewoon jarenlang gehamsterd. Dan ligt er altijd iets, hè, waar je nodig hebt. Maar ja, ze krijgen het nog steeds gevonden. Door hun pensioen hebben ze het ook netjes kunnen opruimen. Deze muts is nog maar het topje van de ijsberg. Dit is echt een topje van de ijsberg. Want als ze zeggen van welke muts maar haren bedoelde jij, dat is bij ons. Ja. Maar dan dat ze 6 containers hebben, maar ook weten wat er in die 6 containers dan ook zit. Ja.
Ja. Dat is eigenlijk gewoon, nee, dat heb ik nog ergens liggen. Wat ja, nou? Zo, ik heb nu een stukje hout van 6 bij 5 centimeter. Ja, ja, ja. Ga je daarvoor naar de bouwmarkt, had maar even gebeld, daar ben je zo liggen. Ja. Ja. Nee, maar dat is mooi. Hè. Dus ik denk ook wel, ik vond het ook wel weer een hele leuke en gezellige podcast. Ga je nu nog het feestendruis in dit weekend? Jasper, ga je nog vieren? Ik ga ook naar Den Bosch. Ja, Den Bosch. Ja, en Roy, kom je ook misschien nog wat tegen dan? Of, ja, waarschijnlijk wel. Oké, okay, nou, we kijken er dan uit. Geert, jij gaat natuurlijk ook. Ik ga dit jaar nuchter carnaval vieren. Het is een beetje staren aan de uitgang om te kijken wanneer nummer 3 er is. Dus, ik geloof het, ja. Maandag en dinsdag voor mij voor het eerst in 15 jaar geen carnaval. Maar dat wil niet zeggen, ik wens iedereen een fantastische carnaval. Geniet ervan, ja. Drink zoveel gekant. En dan zien we elkaar gaan we daarna doen. Weer. Dank de heren voor de komst. En Geert, bedankt. Ja, jullie bedankt. Dit is De Bron Podcast. Ja, de podcast van Roy. Luister eens.